Ophef over rollcalls rondom concerten van Bruce Springsteen in het Goffert Park. Fans kunnen zich dagen vooraf al op gezette tijden in het park melden om zo een goed plekje veilig te stellen. Een alternatieve manier voor in de rij liggen voor het stadion. Die lijst moet je dus niet de hele dag hoeven hier te zijn. Maar je komt een aantal keren per dag kom je hier naartoe om je te melden. En verder in het nieuws vandaag. Voetbalvereniging Niftrik is 100 jaar en krijgt het predicaat koninklijk. En Scouting Zetten maakt Blokhut klaar voor de toekomst. Er ontstaat in razendsnel tempo een flinke discussie over de rollcall rond het eerste concert van Bruce Springsteen in Nijmegen. Een rollcall is een lijst met namen en nummers van mensen die zich dagen voor het concert melden om als eerste naar binnen te mogen. De concerten van Springsteen in het Goffertpark zijn donderdag en zaterdag, maar vandaag melden de fans zich al op gezette tijden in het park. Door deze meldmomenten willen fans in samenwerking met de organisatie voorkomen dat er dagenlange wachtrijen en kamperende mensen ontstaan. Ongeveer een week lang zijn er elke dag 3 vaste meldmomenten waar met een aftekenlijst na wordt gegaan of alle mensen met een nummertje aanwezig zijn. Ben je niet aanwezig, dan heb je pech en is je plek weg. En het is eigenlijk een systeem om ervoor te zorgen dat mensen hier niet voor de poort gaan slapen. En het wordt ook door de security van Springsteen zelf meegeorganiseerd. Die nemen het op de dag zelf niet over. De eerste aanwezige fan start de lijst, waarna mensen die zich melden een nummer krijgen en met nummer en naam op een aftekenlijst worden gezet. En als je dan braaf blijft melden, dan word je op de dag zelf op nummer naar binnen geleid voor de eerste paar honderd mensen. De aftekenmomenten zijn 3 maal daags en vinden al ongeveer een week voor het concert plaats. Voor echte fans is het dus noodzakelijk de stipte momenten niet te missen. Vroeger gebeurde dat met een tentje of met een slaapzak. De security vindt dat niet helemaal prettig als dat is. Er is een andere manier voor gevonden. En dat is dat mensen komen, een nummer krijgen op een lijst. En daarna gaat het op. Die lijst moet je dus niet de hele dag hoeven hier te zijn. Maar je komt een aantal keren per dag kom je hier naartoe om je te melden. Om te laten zien dat je er wel bent. Je moet er dus wel wat voor over hebben om de beste plekken vooraan te kunnen bemachtigen. Springsteen en zijn security vinden het heel belangrijk dat de eerste 1000 of 800 man op een veilige manier naar binnen gaan en niet dagenlang voor de poorten liggen. De eerste 5 à 6 fans organiseren de rollcall meestal. Hoewel de eerste 25 fans die aanwezig zijn bij de telling ook een belangrijke rol vervullen. Voor mij is het een onderdeel van mijn plezier van een concert, het ontmoeten van de mensen vooraf. En die zie je dus nu vaker, omdat je elkaar minimaal 3 keer per dag hier tegenkomt. Groot feest afgelopen zondag bij voetbalvereniging Niftrik. De club mocht maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Het grote cadeau van de dag kwam vanuit het Koningshuis, want de vereniging mag zich vanaf nu koninklijk noemen. Al 100 jaar maakt VV Niftrik onderdeel uit van het verenigingsleven in het dorp. Het jubileum werd groots gevierd door de club met onder andere voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink als gastspreker en een optreden van Ronnie Ruisdaal. Maar het echte hoogtepunt is de koninklijke onderscheiding. Mag ik jullie van harte feliciteren en geven een heel mooi applaus. U bent inderdaad op dit moment bij Koninklijk VV Niftrik, want ze bestaan 100 jaar. En het heeft de koning behaagd om hun de erepenning uit te reiken. Ja, wij zijn als ook de eerste voetbalclub in de gemeente Wijchen die ook 100 jaar bestaat. We zijn de eerste club, ja. Eregast Guus Hiddink vertelde over zijn eigen rijke voetbalcarrière. Rond de training toen ik 5-6 jaar was, met een balletje tegen de muur aan. De buurvrouw werd helemaal gek van mij. Ik had al vroeg mijn trainingsdiploma's rond de 20e en sindsdien ben ik prof geweest, maar ook al vrij snel trainer geworden. Dus vanaf toen tot en met nu, want ik zit nu een beetje zijdelings in het voetbal, dat blijft altijd. Het 100-jarig bestaan van de club is te danken aan de hechte gemeenschap die is ontstaan. Alle vrijwilligers, spelers en supporters zorgen samen voor het voortbestaan van de vereniging. Ja, het is een enorme eer voor Niftrik zelf, maar ook natuurlijk voor al die vrijwilligers die al 100 jaar dus eigenlijk met deze club bezig zijn en zorgen dat het blijft bestaan. En dat gaan ze in de toekomst ook doen. De gezelligheid brengen hier op zondag ook. Hè. Verschillende dingen organiseren tijdens de competitie.
Wij doen hier 3-4 zondagen, proberen voor op discotheek te regelen. Na afloop, en zeker als we te maken hebben met de derbies. Bijvoorbeeld als de Joos afgelopen jaar hier is gekomen, dan wordt die wedstrijd hier gespeeld en na afloop de discotheek. Ja, dan is gewoon de kantine vol, hè. Ik zie hier gewoon een heel krachtig verenigingsleven, dus ik heb alle vertrouwen in deze mensen hier. De fietser die zaterdagochtend verongelukte op de Nieuwe Ubbergseweg bij Nijmegen werkte bij het ondersteunend personeel van HAVO Notre-Dame in Ubbergen. Dat bevestigt directeur Petra Molenaar van de middelbare school aan Omroep Gelderland. Het 62-jarige slachtoffer uit Wijchen was juist op weg naar huis naar een barbecue met zijn collega's, waarbij ze gezamenlijk naar de wedstrijd van Oranje hadden gekeken. Door nog onbekende oorzaak werd de fietser geschept door een auto. De verslagenheid is groot op de middelbare school, zo vertelt de directeur. Vanochtend kwam al het personeel eerst bij elkaar om te steunen en de leerlingen kwamen later op school. De Peter R. de Vries Foundation gaat ook in Frankrijk een oproep doen rondom de zaak van de Beuningse Caroline Pinault. In de zomer van 1996 was de Beuningse Caroline Pinault liftend op weg naar een camping vlakbij Parijs, waar familieleden verbleven op vakantie. Caroline is nooit aangekomen op deze camping. Ze werd doodgevonden langs de snelweg richting Parijs. Nu, 28 jaar later, is er nog steeds onduidelijkheid over wat er die dagen is gebeurd. In maart heeft Wil Vreeburg, de moeder van Caroline, samen met de Peter R. de Vries Foundation opnieuw aandacht gevraagd voor deze zaak. In een nieuwe poging te achterhalen wat er is gebeurd, wordt haar oproep nu ook in het Frans vertaald en daar op tv uitgezonden. Het wielremteam van de Nijmeegse Maud Oudeman is zondag zesde geworden tijdens het NK wielrennen in Arnhem. Het was de tweede NK in deze klasse voor de 20-jarige Oudeman. Het parcours was 155 kilometer lang en liep door een groot deel van de omgeving van Arnhem en de Postbank. Voor het team van Oudeman, team Visma Lisa Bike, was de prestatie geen verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen behaalden ze namelijk nog wel een podiumplaats. Scouting Zetten hoopt binnenkort een begin te kunnen maken aan de makeover van hun blokhut. Het doel is de blokhut te verduurzamen en op te knappen, zodat de bevers, welpen en scouts een mooi en vooral duurzaam gebouw hebben wat nog jaren mee kan. Gedurende het hele jaar organiseert Scouting Zetten speciale initiatieven en acties om op creatieve manieren geld in te zamelen voor de verbouwingen aan de blokhut. Gelukkig staan ze hier niet geheel alleen in. Van zowel de Rabobank als Alpha Accountants en Adviseurs ontving de scouting een donatie. Het voordeel van zo'n donatie is dat we dan dus niet nog een extra actie hoeven te houden. Dus dat we dus de programma's gewoon kunnen draaien. En dat we dus niet op een zaterdag geld in hoeven te zamelen. Van de ledenraad van de Rabobank hebben we 1000 euro gedoneerd gekregen. En van Alpha Accountants en Adviseurs hebben we 2000 euro gedoneerd gekregen. Dat is een heel mooi bedrag. En daar kunnen we in ieder geval een deel van de verduurzamingsmaatregelen voor uitvoeren. Maar we zijn er helaas nog niet. Dus we zullen nog wel heel even door moeten met acties en sparen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk alle stappen kunnen zetten die we graag willen zetten. De blokhut van Scouting Zetten heeft in de ruim 70 jaar van haar bestaan al vaker makeovers gehad. Een aantal jaar geleden werd de blokhut nog verbouwd, maar het gebouw is nog steeds niet zo duurzaam als een huis. Zelf zit de scouting ook niet stil en hebben ze jaarlijks meerdere initiatieven om geld in te zamelen voor hun clubhuis. We beginnen eigenlijk aan het begin van het jaar altijd met de potgrondactie. Dat is een actie die we met de hele club doen. Dan gaan we door het dorp heen en samen met de kinderen verkopen we dan zakken potgrond en koemestkorrels. Nou ja, om de tuinen alvast even een beetje op te fleuren. Ook gaan de kinderen langs de deuren aan het einde van het jaar om loten te verkopen. Er zouden ook nog subsidies voor duurzame maatschappelijke ondernemingen binnengehaald kunnen worden via de overheid. Wat we concreet gaan doen, we gaan eerst inventariseren. Van hoe vaak gaan de deuren open? Hoe vaak loopt er iemand ergens door het gebouw heen? Hoeveel stroom gebruik je nou echt op de momenten? Bij een scoutinggebouw is het anders dan in een huis. Zo zijn er op een scouting piekmomenten, omdat men er niet de gehele dag en nacht is. Dat is heel moeilijk. Ik denk toch dat je meer tegen de technologische dingen aankomt. Dus sensoren in de hal, zodat mocht er iemand langslopen, dat dan de lampen aan zijn. Dat als het alarm op het gebouw aangaat, dat dan echt al het water uitgaat, dat dan ook alle lichten uit zijn. Je kunt ook denken aan dat je natuurlijk licht gebruikt, dus lichtstraten of met spiegellichtstraten, zulke soort initiatieven.
We vallen van het ene uiterste in het andere. Na wekenlang alleen maar regen gezien te hebben, is het deze week in één klap zomer. Vandaag liep het kwik al op tot zo'n 26 graden, maar er komt nog wat bij. Morgen is het opnieuw volop zonnig weer. Misschien her en der wel een stapelwolkje, maar dat mag voor de rest geen naam hebben. En het wordt daarbij morgen maar liefst 28 graden. Als we verderop in de week kijken, wordt het woensdag en donderdag zelfs nog iets warmer met zo'n 29 graden. Ook dan is het volop zon. Let wel op dat de zonkracht deze dagen erg hoog is, dus je kunt al snel verbranden. Maar geniet er toch maar even van, want vrijdag is het gouden randje er alweer af bij een graad of 23. En opnieuw wat buien. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 24 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit de streek op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we er weer en dan onder meer aandacht voor de hond Clipper uit Beneden-Leeuwen. Hij voorkomt namelijk veel overlast in zijn omgeving. Hoe dat zit, dat zie je morgen. Fijne dag nog, tot morgen.